Hey daar, ik ga jullie laten zien hoe ik dus de kaart nu echt werkelijk ga maken. Ik zet mijn machine aan. En dan wachten we even tot de machine geladen is. En ondertussen plak ik even een papier op mijn mat. Ik haal even de beschermpapier weg. Even weg. We hebben hier het designpapier. Omdat ik sterretjes had gemaakt, heb ik ook een beetje sterretjes papier genomen. Dit is dun papier, dus op zich is het niet ideaal voor de kaart. Ik adviseer je echt om dik papier te gebruiken. Dus ik doe eigenlijk het al niet echt een goed voorbeeld geven, maar goed. Ik plaats de kaart en, of de karton op de mat en ik hou de stippenlijntjes gelijk aan de, deze kant, zeg maar. Aan de mat gaat die kant op de machine in. Mijn ervaring is dat deze lijn het rechtste is en dit niet helemaal recht loopt op een of andere manier. Dus ik plak hem op. En daarnaast heb ik ook deze van Flexa, deze proefstukje meegenomen. En hier ga ik de andere kleur sterretjes uithalen. Past er perfect bij deze kleurkaart. Dus die plak ik er ook op. En die plak ik hier op. Dat hij iets hoger zit. Dus de mat is gereed. De machine is opgestart, dus ik ga naar het huisje toe. Ik druk op oké. Ik hoop dat je het kan lezen, want het is ook een beetje een reflectieschermpje. En ik ga naar het huisje toe, want hij heeft nog een oude bestand van mij. Ik ga naar patronen, kies ik. En ik haal hem op vanuit de cloud. Je kan hem natuurlijk ook opgeslagen hebben op je machine. Je kan hem op je USB staan. Ik haal hem op vanuit de cloud, omdat ik hem via de wifi heb verstuurd naar mijn machine. Hier is de kaart met de sterretjes. Ik ga de mat inlezen in mijn machine. Tot zover zo goed. Ik plaats hem dus er tegenaan. Ik vind het fijn om hem altijd een paar keer tegenaan te duwen. Ik druk op het inlezen van de mat. Dan leest hij mijn mat in. Vervolgens ga ik naar dit icoontje. Dat is een soort scan de mat icoontje. Ik hoop dat je het kan zien. Ik zie het namelijk niet op mijn eigen camera. Het is links onderin het eerste icoontje. En dan zegt hij van weet u zeker, bla bla bla. Dan druk ik op de knop en dan gaat hij hem inscannen. En ik hou hem eventjes aan de achterkant vast. Anders valt hij ergens tegenaan. Is mijn design. Ik ga jullie heel even neerzetten, want ik pak even mijn pen erbij. Zo. Mijn muistoeten. En wat we gaan doen is, we gaan de kaart op de grote vierkant neerzetten. Dan zien we dat die eigenlijk een beetje groot is, dus we moeten hem iets kleiner maken. En de sterretjes gaan we hier neerzetten. En de sterretjes passen precies. Maar als ik de kaart kleiner maak, moet ik de sterretjes ook klein maken. Dus ik ga eerst naar de kaart toe. Die gaan we iets kleiner maken. En hij is nu 151. En ik ga hem iets kleiner maken. Ik maak 151 was hij. Dus dan wil ik hem 144 maken. 5 centimeter is dat? Nee, 0,5, half centimeter kleiner. Dus ik maak hem 5 stappen kleiner. Dus dat betekent dat ik sterretjes ook 5 keer kleiner moet maken. Druk op oké, pak de sterretjes en ook die ga ik iets kleiner maken. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Waarom? Ja, die ster is maar zo groot en de kleine sterretjes moeten gewoon iets kleiner zijn. Dat betekent wel dat ik wat papier kan besparen, want ik kan hem volgens mij heel mooi hier tussenin zetten. Ja, top. Ik zoom even nog in op mijn designpapier om te kijken of mijn kaart echt op mijn papier valt. En dan zie ik dus dat dat niet het geval is. Dus ik ga hem even iets verplaatsen. Die dat wel doet. Ik ga hem even helemaal inzoomen, want dat is makkelijker. Ja, dat is nog niet helemaal goed. Omdat hij echt op het randje moet staan. Zo. Ja. Ik zou nog één tikje omhoog willen hebben. Omdat ik dat niet zo makkelijk kan doen. Met de hand doe ik dat met de pijltjes toetsen. Dus ik ga naar deze toe. Eentje omhoog. Oké. Zoom in. Helemaal inzoomen. Hoop ik dat dat voldoende is. Het zit wel heel erg op het randje. Toch proberen met het zelf nog te verplaatsen. Zo, dat is beter. Ja,
Nee, dat is hem. Dus ik heb het toch met de hand iets beter kunnen doen. Nou, de sterretjes zijn gereed. De kaart staat gereed. Ik heb mijn mes op vandaag geloof ik op 4 staan. Op 4,5 staan. Ik hoop dat je het kan zien. 4,5. Ik check even of hij schoon is. Want vorige kaartjes, nee, had ik wel heel veel prut erin zitten. Hij is wel schoon verder. Ik weet niet wat dat voor papier was, maar dat is helemaal drama papier. Ik druk op oké. Ik druk op snijden. En hier heb je nog zo'n instellingknopje. Je kunt je de druk en de snelheid instellen. Ik heb de snelheid altijd op 1 staan, want het gaat snel genoeg. Druk staat ook op 1. Ik heb bijna geen druk, want het is vrij dun karton, dus het hoeft echt niet. Druk op oké en ik ga snijden. En als ik zo klaar ben, kom ik weer bij jullie terug. Daar zijn we weer. Ik heb alles van de mat afgehaald. Dus wat ik van de mat heb afgehaald is dus dit gedeelte. Dit is dus de kaartbasis. En de 3 sterren die ik erop wil gaan plakken. Ik wil deze video voornamelijk even laten zien dus hoe ik die kaart dus ga vouwen. Want zoals je bij deze kaart ziet, is het eventjes een vouwwerkje op zich. Als je de basis hebt, moet je onthouden dat deze naar achteren gaat. De volgende vouw gaat weer naar voren. Dan gaat die weer naar achteren en weer naar voren. Dus je krijgt een bergje, dalletje. De hartjes of de figuurtjes gaan de andere kant op. Dus daar moet je eventjes op letten als je de kaart gaat maken. Dus ik zet deze eventjes neer. We pakken de basiskaart. Je kijkt even wat je bovenkant en je onderkant is. Nou, dit is mijn bovenkant, dus ik heb hem zo. Dus dit wordt mijn voorkant van mijn kaart. Dus ik heb de kaart zo liggen. Dan maak ik de eerste vouw en ik vouw hem dus op de stippenlijntjes naar achteren toe. En daarbij zorgen we dat de ster niet mee vouwt. Dus we pakken hem hier vast. Deze willen we een knipje maken. En deze willen we een knipje maken. Op de vouwlijn natuurlijk, dat is wel handig. Ja. En deze vouwen we naar achteren. Op de vouwlijn die erin is gesneden. Dan gaan we naar de volgende toe. En die komt naar je toe. Dus die vouwen we op de vouwlijn naar je toe. Dit is eventjes prutten, maar je vouwt hem dus zo naar je toe. De andere kant doe je dit ook. Je moet wel op de vouwlijn vouwen. Zo. Dus dan heb je hem zo. En dan nogmaals, de ster komt hier naar je toe. Dus die komt zeg maar zo. Ik kan het een beetje lastig uitleggen. Vervolgens gaan we naar de volgende vouwlijn. Even spieken, want dat is een heel stuk verderop pas. Die zit hier. En we hebben hem net naar je toe gevouwen. Dus die gaat van je af. Dus het is naar je toe, van je af, naar je toe. Dus deze gaat weer van je af. En de ster, of de vouwlijn van de ster, gaat naar de binnenkant toe. Dus die gaat zo gevouwen worden. En let hierop dat je hier heel voorzichtig doet, dat je echt hem op de vouwlijn vouwt en niet ergens halverwege. Dat is even priegelen. Maar als je het voorzichtig doet, gaat dat gewoon helemaal goed. En dan hebben we de laatste vouw en we hebben net naar achteren gevouwen, dus die gaan we weer naar ons toe vouwen. Dus die komt weer deze kant op. Ook die op de vouwlijn. Soms is het makkelijk om de achterkant van de kaart te zien. Daar zie je de vouwlijn namelijk in. Als je design hebt, zie je het meestal niet zo. Het is een beetje druk. En die vouwen dan. En als je dan de kaart dicht gaat vouwen, en dat doe je de eerste keer heel voorzichtig, dan is de bedoeling dat deze ster met zijn mooie kant tegen die kant aan gaat komen. En met zijn niet mooie kant naar de achterkant toe. Dus dat gaan we nu ook doen. We pakken ook die sterren even goed vast. Zodat hij hier ook echt fout op de vouwlijn en niet op een andere lijn. Die wel wil. Dit is eventjes priegelen om hem goed te vouwen. En dan duwen we hem even goed aan. Dus we
vouw alle lijntjes even goed. En doen we de andere kant ook even. En als je je spateltje nog bij de hand hebt van het afhalen van de mat, kun je hem even met het spateltje eroverheen gaan. Dan maak je die vouw echt heel sterk. En dit is de reden waarom ik dus het prettig vind om een rail tool te gebruiken of een scoring tool. En dat kon je heel mooi aan deze kaart zien. Is als je een stevig karton hebt en je gaat vouwen en er zit geen vouwlijn in, dan gaat die scheuren. Dan krijg je dus dat witte papier er doorheen te zien. Nou, in deze design zie je dit niet zo, maar ook hier gebeurt het. Nou, wat bedoelde ik nou net? Je moet stevig karton hebben. Dit is niet heel stevig karton, dus de kaart zelf is gewoon wankel. Het is niet een super sterk design, zeg maar, voor een kaart. Je kan hem eventueel wel op een basis plakken. En dan moet je echt zorgen dat alleen dit gedeelte, zeg maar, op een basis is geplakt. En dan kom je er waarschijnlijk misschien wel iets mee weg. Maar nogmaals, het is niet het sterkste karton wat ik hiervoor heb gebruikt. Dus daardoor is de kaart ook gewoon wat wiebeliger. Nou, we hadden nog 3 sterretjes. En deze sterretjes kun je er dus op gaan plakken. Dus ik pak even mijn plakding erbij. Als ik hem weer eerder ligt aan de andere kant van mij. Ik dacht dat ik links lag. Ik heb deze Easy Runner gekocht. Trouwens, bij de Pipo's. Top D. Ik ben helemaal tevreden. Ik heb 2 keer zo'n tape runner gekocht bij de Boekenvoordeel. De paarse kring. Een paar keer komt die in mijn video's bij. Wat een pokkeding is dat. Deze is echt 10 keer beter. Kom bij de Pipo's vandaan. Je kan hem ook online bestellen. Niet super goedkoop. Hij was iets van 7 euro of zo. De basis. Maar je kan hem hervullen. Ik vind deze wel super. Hij werkt echt top. Ik plaats mijn sterretje hier in het midden, waar ik hem wil hebben. Ik heb nog een sterretje. Die komt daar te zitten. En voorzichtig met het sterretje, want met de basis van je kaart. Wel in het midden plakken kan. Ja. Daar dus. En de laatste moet ook nog geplakt worden. Hoppa. En dan heb ik een kerstkaart bij. Niet echt nodig in de tijd van het jaar, maar ja, je weet nooit. Hopsakee. Zo. En mijn kaart is klaar. Dit is de voorkant. En als je hem openvouwt, ziet hij er zo uit. En wat je kunt doen is hier een stempel in plakken of dergelijke. Of je kunt hier als je het wil nog rand overheen plakken, zodat het iets steviger wordt. Je kan het natuurlijk zo versieren als dat je helemaal zelf wil. Als je wil zou je wat versteviging kunnen doen en dan kun je dat op deze kant van de achterkant plakken. En let erbij op dat het niet aan deze kanten komt te plakken, anders werkt je kaart natuurlijk niet meer. Dus dit is de Z-vouwkaart en eigenlijk kun je hem maken zoals je zelf wil. Met alle willekeurige figuurtjes. Let erbij wel op dat hij symmetrisch is, niet asymmetrisch. Als hij niet asymmetrisch is, is het wat lastiger om dit te maken. Maar in theorie kan dat ook. Dat leg ik wel een andere keer uit. Hopelijk heb je wat aan deze filmpjes en hopelijk tot gauw. Doei!